Dag lieve mensen allemaal en vandaag weer bij een nieuwe podcast. En ik ga jullie iets vertellen over wat inchecken bij jezelf precies betekent. Het is iets dat ik hier tegenover iedere klant uitleg, iedere klant meegeef hoe belangrijk dit is, het inchecken bij jezelf, naar binnen keren. Maar goed, wat wil dat nu precies zeggen en hoe begin je eraan? Dat is zelfs voor de deelnemers van het Time to Shine traject ook vaak een uitdaging, zeker omdat je dat niet gewend bent. Wanneer wij vanuit ons hoofd leven, dan staat onze aandacht volledig naar buiten toe gericht. En dan hechten wij enorm veel belang en waarde aan over wat een ander over ons zou kunnen denken. En dat hebben we echt te transformeren, te omkeren. En hoe kunnen we dat dus doen? Ja, door dus te leren inchecken bij jezelf, naar binnen keren. Maar wat wil dat nu concreet zeggen? Naar binnen keren wil zeggen met je aandacht, intentie, focus, volledig naar jezelf toe kunnen gaan. Je hand op je hart leggen, je ogen sluiten. Jezelf voelen, je lichaam doorvoelen, je energie voelen. En jezelf één belangrijke vraag te stellen. Heb ik vandaag goed voor mezelf gezorgd? Punt. Die vraag. Dat is een vraag die jou onmiddellijk naar binnen doet laten keren. Wat is naar binnen keren? Naar jouw gevoel toe gaan. Dus wanneer ik jou de vraag stel van heb ik vandaag goed voor mezelf gezorgd? Wanneer jij die vraag voor jezelf kan stellen. Ik moet dat niet aan jou vragen. Je hebt dat dus aan jezelf te vragen. Je sluit je ogen. Door je ogen te sluiten, sluit je je letterlijk en figuurlijk af van de buitenwereld. Je sluit je ogen. Je legt je hand op je hart. Je ademt rustig, diep, dieper, diepst in. En dan stel je jezelf de vraag, heb ik vandaag goed voor mezelf gezorgd? En je beweegt onmiddellijk naar je gevoel toe. Hoe heb ik mij vandaag gevoeld? Je beweegt onmiddellijk naar je gevoel toe en je maakt contact met je innerlijke stem. Dat is volledig de verbinding in jezelf kunnen voelen, lieve mensen. Dat is het. Hoe zien jouw emoties eruit? Waar heb jij behoefte aan? Wat zijn jouw noden? Wat vraagt nog om zorg? Wat vraagt nog om aandacht? Heb jij je vandaag ergens onzeker over gevoeld? Waarom was dat? In wat werd jij geraakt? Wat heb je nodig? Inchecken bij jezelf is ook een vorm echt van zelfreflectie. Door dat iedere dag te doen. Je ogen sluiten, hand op je hart, diep ademen en jezelf één vraag te stellen. Hoe heb ik vandaag goed voor mezelf gezorgd? Dan worden jouw gevoelens ook veel meer helder. Wanneer wij niet inchecken bij onszelf en onze aandacht staat constant naar buiten toe gericht, dan zijn wij aan het overleven. Dan zijn wij praktisch geschakeld om ons leven aan het sturen, aan het leiden. We gaan dan werken, we doen ons huishouden, we zijn misschien moeder of vader, we zorgen voor de kinderen. En
de avond zit er weer al op. We gaan slapen en de volgende dag start die routine opnieuw op. En als wij dat zo dagelijks doen en wij doen dat zo een paar jaar op die manier zo, dan ben je jezelf op een gegeven moment volledig kwijt, you're lost. En waarom is dat zo? Omdat je niet meer naar jezelf toe gaat. Het is zo ongelooflijk belangrijk om dat iedere keer opnieuw te doen. Want als wij dat niet doen, dan landen wij in een verwevenheid. En niet meer in verbinding. Wat is verwevenheid als wij in een liefdesrelatie staan en beide partners schakelen echt op automatische piloot, want er moet van alles gedaan worden, et cetera. Altijd maar blijven doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dan bouwen we sowieso wel wat frustraties op. Waarom? Omdat we gestresseerd zijn door de dagelijkse harde routine van het leven. Omdat we in niets vertragen of in niets verstillen en niet op tijd en stond op die rem trappen. We blijven altijd maar doorgaan. Dus frustraties komen in de plaats, stress komt in de plaats, boosheid komt in de plaats. Ons lichaam begint te reclameren op allerlei vlakken. We kunnen dat niet meer verbinden. En we vallen in een bepaalde verwevenheid. We beginnen de ander van alles te verwijten. De schuld of de fout bij de ander te leggen, want hij of zij doet dit en het is super irritant en waarom ziet hij of zij dat niet? Dus dan landen we echt in zo'n patroon. En dat is die verwevenheid. En wat is verwevenheid? Als jij zelf geen contact meer maakt met je eigen gevoelens, behoeftes en verlangens, als die voor jezelf niet meer helder zijn, dan kan je dat ook niet meer helder vertalen naar je partner. En dan kom je terecht in een cirkel waarbij je elkaar allerlei dingen gaat verwijten, waarbij je allerlei zaken gaat projecteren op elkaar, maar op de foute manier. De communicatie is ook niet helder afgestemd met wat jij diep van binnen zelf voelt. En dat is ook omdat je eigenlijk niet meer precies weet wat je voelt. Dat is misschien complex uitgelegd, maar toch is dat wel waar het echt neer op komt. Als jij niet meer in verbinding staat met jezelf, met je eigen gevoelens, hoe kan je dan optimaal verbinden met de ander? Dat is de reden waarom het superbelangrijk is om iedere dag in te checken bij jezelf. En dan tijd en ruimte vrij te maken om het dan te kunnen delen met de ander. En tijd en ruimte vrijmaken, lieve mensen, dan heb ik het echt over een moment inrichten waarbij tv uitgeschakeld staat, waarbij er geen externe prikkels rondom jou aanwezig zijn die jou zouden kunnen afleiden. Dus ook gsm's opzij, laptop dicht, tv echt uit. En bij elkaar aanwezig kunnen zijn. In een relatie is dat enorm belangrijk. Het zijn allemaal zaken waar we geen aandacht aan schenken. En waarom is dat ook zo? Omdat we het nergens hebben geleerd. Zo simpel is dat. Wat hebben wij geleerd als kind van onze ouders? Ik weet niet of dat bij jullie zo was, maar bij mij was het in ieder geval zo dat
Hoe zag een gezonde of een goede relatie eruit voor mijn ouders met de overtuiging van zoek jezelf maar een rijke man? En dat was het. Zo zag er dan een goede relatie uit voor mijn ouders. En dat is een overtuiging die op ons wordt overgedragen als kind zijnde. Een overtuiging, maar geen tools. Want wanneer wij een relatie willen uitdragen of willen aangaan, my god, dan hebben wij echt zoveel tools nodig. Het is zo ontzettend belangrijk. Maar het is wel iets dat we amper hebben meegekregen. En wanneer we begrijpen dat ook alles wordt overgedragen van wat wij van onze ouders hebben geleerd, zij hebben dat op hun beurt van hun ouders geleerd, en zo verder en zo verder. Dat is een cyclus die echt heel ver teruggaat. En wat wij zelf als kind leren van onze ouders, vanuit loyaliteit nemen wij dat volledig aan als waarheid en dan stellen we er ook niet te veel vragen over. Dat komt dan pas op volwassen leeftijd, wanneer we voelen dat er allerlei zaken niet kloppen en dat we ons dus vragen over gaan stellen. Ja, dan komen we daar op achter dat er wel wat meer nodig is dan enkel en alleen maar zien dat je met iemand bent die maar rijk is of veel geld heeft of whatever. Dat is niet wat een gezonde relatie is, hè, mensen. Verre van. Dus een relatie vraagt ook echt om juiste tools, juiste handvatten en vraagt om gigantisch veel bewustwording en zeker in de tijd van vandaag. Zeker waarin wij met z'n allen leven in een maatschappij waar er enorm veel van ons verwacht wordt, dan hebben wij onszelf echt heel bewust te zijn over hoe wij ons leven willen inrichten. En hoe dat zo waardevol en kwaliteitsvol mogelijk voor onszelf kan zijn. Want als wij ons leven volgen volgens de regeltjes van de maatschappij, dan gaan we het niet halen. Echt waar, dan gaan we het niet halen. Dus we moeten voor onszelf gaan onderzoeken van wat werkt voor mij, wat werkt voor ons. En laat de rest er allemaal maar lekker buiten. Een heel mooi moment om in te kunnen richten in een relatie. Ik noem dat heel graag eens een verbindingsmoment. Is dus zo een avond of in de dag, whatever, een moment alleszins waarbij je allebei bewust de tijd vrijmaakt om aanwezig te willen kunnen zijn bij elkaar. En liefst op iedere week, minstens zo één keer. Zeker wanneer wij ook nog eens mama zijn of papa zijn. Wij dragen zoveel rollen. De rollen van moeder, vader, collega, vriend, vriendin. Maar we zijn ook nog eens partner. En als wij die rol ook echt zijn plek willen kunnen geven, dan hebben wij echt heel bewust met onze aandacht er naartoe te gaan. Hebben we daar ook tijd voor vrij te maken. En moeten we daar beide bereidwillig voor zijn. Ook zeer belangrijk. Dan kan je dus ook inchecken bij elkaar. Je moet altijd eerst vertrekken vanuit jezelf. Je checkt iedere dag bij jezelf eerst in. Zodat jouw gevoel opnieuw helder wordt. Los van de ander dus. Jouw gevoel moet een plek krijgen. En door dat iedere dag te doen, dan maak je het behapbaar en maak je het simpel. Want als je wil verbinden één keer op de maand, doordat er zoveel van ons wordt gevraagd en wij constant in een druk leven staan, als wij dan gaan verbinden, ja, dan komt er niets van.
Hoe zijn de voorbije weken geweest? Oh ja, druk, druk. Dat is wat jouw antwoord zal zijn. Dus dan blijf je opnieuw op die oppervlakte. En dat is omdat je zelf geen tijd vrijmaakt om naar je eigen gevoel toe te gaan. Want tijd voor jezelf vrijmaken, lieve mensen, is ook meer dan in de zetel kruipen en wat tv op te zetten. Of nee, je moet ook echt bewust tijd maken voor jezelf. En bewust tijd maken voor jezelf is de connectie in jezelf oproepen. De verbinding met jezelf aangaan. Om naar je gevoel toe te kunnen gaan. Dat is echt tijd voor jezelf vrijmaken. Zeer belangrijk. Er zit een groot verschil op. Dan maak je bewust tijd en ruimte voor jezelf. Dus maak het behapbaar. Check iedere dag bij jezelf in. En sta je in een relatie, dan kan je vanuit je eigen helder gevoel dat benoemen. Ik heb mij zo gevoeld de voorbije week. Dit heeft aandacht bij me gevraagd. We hebben vorige week dit tegenover elkaar uitgesproken. Dat voelde niet fijn voor mij. Ik word geraakt in dat stukje. Dat zou ik liever anders zien. En ook gewoon genieten van elkaars gezelschap en aanwezigheid. Zit je eens in een lagere energie, of je bent moe, of dan kan je ook gewoon samen in elkaars armen liggen. En zeggen van, hé, laat ons gewoon maar wat knuffelen. Ook zonder tv of externe prikkels. Dat je maar gewoon ervoor zorgt dat je bewust in dat moment samen zit. Dan maak je verbinding. En blijf je weg vanuit de verwevenheid. En dan kan je elkaar weer met respect zien. Kan je elkaar horen in alles. Voelen in alles. Omdat er dan ruimte wordt voor vrijgemaakt. Maar het vertrekt wel altijd vanuit jezelf. Dus dat, de waarde van het inchecken bij jezelf en op welke manier je daarmee al eens zou kunnen oefenen door echt een heel kleine oefening dus aan te gaan. En die ogen sluiten, hand op je hart. Hoe heb ik mij vandaag gevoeld? En je beweegt dus onmiddellijk naar dat gevoel toe en dan keer je naar binnen. Dus laat dat al een eerste oefening zijn om daar al eens mee aan de slag te kunnen gaan. Voilà, dan sluit ik hierbij af en dan wens ik jullie weer een heel erg mooie dag toe. Tot later weer. Bye.